Ik heb er eigenlijk een paar dagen voor vertrek, waren we eigenlijk gewoon nog met elkaar. Dus ik heb haar eigenlijk achtergelaten. Ik vond het heel jammer dat Lars Miri aan X on the Beach. Ja, ik vond het echt jammer dat hij vertrok, terwijl wij eigenlijk bezig waren. Er zijn zeker gevoelens, ja. En verliefd ook, ja. Lars is in bed wel vrij hevig. Oh nee, fuck. Is voor jou, maat? Ja, dat is hier gevoelige. What the fuck? Je zegt tegen mij, ik zie je graag. Je wilt moeite voor mij doen en dan vertrek je naar hier zonder iets te zeggen. Ik ben echt benieuwd wat je excuus deze keer is. Ik heb geen excuus. Dat dacht ik al. Fuck, dit is Jenna, mijn ex, de gevoelige. We hebben elkaar een keer leren kennen via Tinder. En dan is er gewoon heel een klein beetje gestuurd geweest. En dan is er eigenlijk een maand of 6 weken overgegaan. Dan heb ik eens gereageerd op een story van haar over een tattoo. En zo zijn we aan de babbel geraakt en zijn we op date gegaan. Wij hadden tortillas besteld, maar je moest die zo zelf maken. Dat was wel heel leuk. En was, ja, de klik was er gewoon direct. Ja. We hebben elkaar eerst ontmoet terwijl wij een match hadden op Tinder. Daar ben ik dan niet echt op verder gegaan en dan heeft hij mij gestuurd via Instagram. En zo zijn wij uiteindelijk aan de praat geraakt en dan zijn wij uiteindelijk, ja, hebben wij toch een keer afgesproken. En mijn eerste indruk, ja, hij sprak me echt wel aan en ik had dat niet verwacht. Ik vond onze eerste date wel leuker dan verwacht. Ja, het was echt, ja, ik vond het ook echt spontaan. Ja, hetzelfde. Ik was blij, maar ik was ergens ook blij omdat ik wist, ja, ik ben naar hier gekomen voor lust eigenlijk. Ook al zei dat ik voor Joyce kwam, maar ik kwam eigenlijk voor lust. Maar er zat hier niemand eigenlijk in de villa dat me kon triggeren. Niemand, dat ik denk alleen Tahir en Anna waren wel knappe dames, maar ik val op blond, ja, en klein, had ik ook op voorhand gezegd. En er zat hier niemand echt, ik ben zo echt met iedereen gewoon chill in de villa. En dus ja, ik had met niemand iets gedaan, dus ik was ook heel erg blij. Dus ik begon haar ook te missen, want ik heb haar eigenlijk een paar dagen voor vertrek, waren we eigenlijk gewoon nog met elkaar. Dus ik heb haar eigenlijk achtergelaten. En ik was wel heel erg blij. Maar haar reactie, ik zag haar heel boos aankomen. En na 2 minuten was heel haar moed geswitcht, omdat ik zei, ik heb met niemand iets gedaan. En die zei, wat? Je hebt met niemand iets gedaan? Ik vond het heel jammer dat Lars Miri aan X on the Beach. Ja, ik vond het echt jammer dat hij vertrok, terwijl wij eigenlijk bezig waren. Mijn eerste reactie, ja, ik was boos. Ik was echt heel boos, totdat hij vertelde dat hij niks had gedaan. Toen was ik blij. Wow, hoe was de eerste keer? Ik weet nog ik ben heel hardhandig. En zij is voor de iets rustigere. Maar de eerste keer was gewoon normaal. Was gewoon normaal, goed. Was ook geen stress bij of was geen onhandigheid. Was gewoon normaal, goed. Maar ik weet, zij is gewoon voor iets rustiger en ik was gewoon een harde aanpak en dat verschot ze een beetje van. Ah, Lars is in bed wel vrij hevig. Maar wel lief. Ik vind dat wel goed. Hoe was de allereerste keer seks met Lars? Snel. Ik denk dat de eerste keer seks met Lars snel was. Ja. Maar wel goed. Zoals ik zei, ik was hardhandig en zij verschoot er een beetje van. Haar favoriete standje. Oh. Dat vind ik een moeilijke. Ik denk doggy. Denk ik. Dat is echt een moeilijke. Mijn favoriete standje is doggy. Is het zo? Ja, maar deze was echt een moeilijke. Ik was aan het twijfelen. Ja, ik heb zeker nog gevoelens voor haar. Ja, een paar dagen voor ik hier was, was ik nog met haar. En we gaan zeker kijken in België hoe het verder loopt, want ze zien elkaar heel snel al na deze. Dat hebben we al afgesproken. Er zijn zeker gevoelens, ja. En verliefd ook, ja. Ik heb wel de gevoelens voor Lars en ik denk wel dat het nog echt iets zou kunnen worden, soms.